kijk nou maar eens goed. Want dit is misschien wel de laatste kleine nieuwe stadsauto die je ooit gaat zien. Veel autofabrikanten brengen hem niet meer. Toyota zijn van de weinigen die hem nog wel in zijn aanbod heeft zitten. Maar ze hebben de Aygo Cross wel een crossover sausje gegeven. De Kia Picanto is nog een traditionele stadsmini. Geen fratsen met uitgebouwde wielkasten, maar minimale ruimte maximaal benutten. Moet het inderdaad allemaal anders in dit deel van de markt? Of had Toyota zich de moeite kunnen besparen om de Aygo te pimpen? Ja, en dan begint het gedonder natuurlijk al, want die Toyota zal wel weer veel duurder zijn. Nou nee, die is bijna net zo goedkoop of duur als die van jou. Ik betaal... Nee, ik niet. Als je hem koopt. Ik ga hem niet kopen. Dan kost hij €16.550. En wil je hem liever private leasen, dan ben je €249 in de maand kwijt. Maar dan is hij zelfs goedkoper dan de Kia. Oh, kijk aan. Het private lease tarief van de Kia start bij €295 in de maand. Als je hem nou in één keer afrekent, dan kost hij je €16.495. Krijg je wel meteen handige zaken als een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een radio met Bluetooth. Om maar een paar dingen te noemen. Nou, je noemt precies de dingen die je op deze Toyota Aygo Cross alleen kan krijgen als je dan een iets hoger uitrustingsniveau zou kiezen. Oh ja? Ik had geen idee. Nou, maar wij krijgen die gek hoor. Want Kia die pronkt altijd van 7 jaar fabrieksgarantie, toppie. Dat is het ook. Maar Toyota heeft zojuist de lat nog hoger gelegd. 10 jaar fabrieksgarantie. Hallo? Ja, moet je natuurlijk wel je stadsmini laten onderhouden bij de Toyota dealer. Ja, dat is altijd zo. Maar goed, zo werkt het bij Kia ook. Je krijgt alleen die 7 jaar garantie als je naar de merkdealer blijft teruggaan. Ik wil het nog even hebben over de auto's die wij hebben meegenomen. In mijn geval is dat een Picanto in de Dynamic Plus Line trim. En dan heb je allerlei zaken aan boord. Nog eens extra bovenop de standaarduitrusting. Bijvoorbeeld navigatie, klimaatcontrole en instappen zonder sleutel. Dat is het één na duurste uitrustingsniveau. Je kunt bij Kia dan alleen nog kiezen voor of een sportieve variant van de Picanto of een soort van semi-terreinauto-achtige versie. Die heeft een beetje van die uitgebouwde wielkasten zoals de Toyota van Wissen dat ook heeft. Deze uitvoering kost in ieder geval €18.795. Maar Wissen, nu ben ik heel benieuwd wat jij hebt meegenomen en vooral hoeveel dat kost. Wat ik heb meegenomen is een Aygo Cross Limited. En het woord zegt het al. Dat is een gelimiteerde uitvoering, een introductieversie. Die is mooi rijk uitgerust. Maar als je hem nou gaat kopen en de limited versie is er niet meer, niet getreurd. Er is ook nog een premium. Nou, die is bijna hetzelfde. En die kost €23.850. Niet getreurd, zegt hij dan. Dat is gewoon 5 mil meer dan deze Picanto kost. Krijg je ook 5 mil meer aan spullen? Want ik kan je vertellen, bij de Kia dealer kun je voor dat geld kun je gewoon een Picanto kopen met een 100 pk sterke turbomotor. Hmm. Ja, de Aygo Cross is gewoon leverbaar met één benzinemotor. Niet eens een hybride? Nee, ik snap waar je heen wil. Toyota en zo, hè? Ja. Maar Toyota gebruikt wel zijn verstand. Gaat niet zomaar overal een hybride in proppen omdat ze dat toevallig goed kunnen. Want die zeggen, ja, bij deze Aygo Cross heeft het niet zoveel zin. Het is een klein autootje, daar kan je gewoon puur op benzine moet je 1 op 20 kunnen halen. En daar voegt een extra elektromotortje eigenlijk helemaal niet meer zoveel aan toe. En nog wat, hè, want je zit van, oh, dan kan ik dit en dat. 18 inch lichtmetaal, two-tone lak, stoelverwarming, adaptieve cruise control, telefoonoplader voor je smartphone, draadloos, zit er allemaal op. En dat is lang bij alle A-segmenten niet het geval, hè, dat je het kunt krijgen, bijvoorbeeld, en dat het erop zit. Dus. En dat dak? Nou, wat is er met het dak? Zit dat er standaard op? Nee, kost €995. Nou is het wel zo dat de Toyota in aanschaf misschien wat duurder is, maar het private lease tarief is bij de Japanners aanzienlijk scherper. Geldt dat ook wanneer je de auto's gaat aankleden, zoals in dit geval door de importeurs is gedaan? Nou, nee. Nee, zoals de auto hier staat, en dan zonder dat roldakje waar je het net over had, is die €339 in de maand. En met dat roldakje? Dan komt er nog eens 2 tientjes bij. 2 tientjes in de maand? Ja. Keer 12? Ja. Keer 5? Jaar, ja. Dus. Maar je hoeft het roldak niet te nemen natuurlijk. Nee. Maar stel dat je dat wel doet, want het smoelt wel goed. Dus €359 in de maand. En in dat geval is de Kia goedkoper. Want de Dynamic Plus Line, die kun je op private leasen vanaf €325 in de maand.
In de hoogtijdagen van het A-segment, toen iedereen er nog eentje kocht, ging dat als volgt. Je kocht hem als tweede auto voor erbij, om de kinderen mee naar sport te kunnen brengen of boodschapjes te kunnen doen. Dat waren nog eens tijden. Maar die tijden zijn helemaal veranderd, zegt Toyota. Want zij zeggen, ja, die Aygo Cross, dat is de enige auto in je huishouden nu. En wat zit je te lachen? Ja, dit klinkt alsof jij je enorm aan het indekken bent, vriend. Nee, ja, nou ja, die kunt je wel op je vingers natellen natuurlijk, dat de Aygo Cross is er niet groter op geworden. Althans, voor de achterpassagiers. Laadruimte daarentegen, beste Frank, die is wel degelijk groter geworden en wel met 60 liter. Haha, dus minimaal 189 liter en maximaal 1009 liter kun je vervoeren in de Aygo Cross. Minimaal 189 liter? Dat klinkt anders niet alsof de kofferbak heel veel groter is geworden. Ja, nou, nee, ja, ik snap wat je wil zeggen. Maar eigenlijk is de kofferbak 231 liter groot. Maar in dit geval hebben ze in een soort gat in de vloer hebben ze een subwoofer gestopt. En echt wel dat je denkt, een subwoofer. Ja, dus. Ja, ze dachten, ja, we hebben 60 liter extra, laten we die meteen maar weer vullen. En, ach, wat geeft het ook? Anders klap je gewoon de achterbak neer, want daar past toch niemand op. Ja, dat, zo zou je dat inderdaad kunnen oplossen. Maar waar je altijd mee blijft zitten is een enorme hoge tildrempel. Ja, daar zit ik ook mee in de Picanto. Er bestaat wel een Picanto met een variabele laadbodem, maar dat is de allerduurste. En nu zit je dus met boodschappen die een heel eind de hoogte in moeten voordat je ze in de kofferbak kwijt kunt. Je hebt daardoor ook geen vlakke laadvloer. De kofferbak van de Kia is wel groter dan die van de Toyota. Minimaal 255 en maximaal 1010 liter. Ja, groter. Dat scheelt 1 liter. Ja, maar het is wel 1 liter extra. En op de achterbank van de Picanto kun je wel fatsoenlijk zitten, ook als volwassene, met z'n tweeën. Dat zeg ik er expres even bij, kom ik zo op terug. Je hebt iets meer hoofd dan beenruimte, maar het past. En waarom is het nou zo belangrijk om het getal 2 te noemen? Nou, dat komt omdat je bij de Koreanen moet bijbetalen voor een derde gordelsluiting. Ja, je gelooft het niet. Wat kost dat dan? En niet zo'n klein beetje ook. €700. €700. En dan zit je dus met z'n drieën zit je zo. Voor €700. Jee. Ja, nou, zit jij maar niet zo stuur te doen, want dat is nog altijd goedkoper dan het stoffen roldak van jou. God. Ja, als je afgaat op de klapruitjes achter en de glazen achterklep, zou je misschien denken dat dit een Aygo oude stijl is. Maar deze Aygo Cross is dat zeker niet. Sterker nog, hij is helemaal nieuw. Hij staat zelfs op een nieuw platform, namelijk dat van de Yaris. Alleen hebben ze dat platform een beetje ingekort voor deze Aygo Cross. Dat verklaart ook waarom de auto, als je voorin zit, zeg ik er met nadruk bij, ruimer lijkt. Nou ja, misschien ook wel ruimer is, maar het voelt allemaal prima. Alleen als je dan eenmaal onderweg bent, dan wordt het een ander verhaal. Laat ik bij het begin beginnen. 72 pk en 93 Nm koppel. Klinkt oké voor een 1 liter motortje. Maar autootje is ook 200 kg zwaarder geworden dan zijn voorganger. Denk jij misschien meteen ook, oh, dan zal dat verbruik ook wel met je benzinemotortje en geen hybride. Nou, dat viel dus wel mee. We hebben de meting van de Aygo Cross er al op zitten. En dan halen een keurige 1 op 19. Dus die redenatie van Toyota, moeten we ze nageven? Nou, die klopt eigenlijk wel. Maar het grappige is, hij is 200 kilogram zwaarder geworden, maar die motor is dezelfde gebleven. Oftewel, we hebben nu dus per saldo minder trekkracht. En dat merk je best wel. In de eerste en de tweede versnelling moet je echt hem doorhalen voordat je een beetje op gang bent zo, weet je wel. En we hebben het hier niet over de Scania. Dit is gewoon een Aygo Cross. Ja. Ja, dan zit je dus eenmaal achter stuur. Je bent lekker onderweg. En wat valt dan op? Nou, dan valt bijvoorbeeld op dat je je zitpositie niet helemaal perfect krijgt, omdat het stuur alleen in hoogte verstelbaar is, maar niet in diepte. En dat vind ik eigenlijk voor een auto die verder zo modern is en zo rijk uitgerust, vind ik dat een misser. Dat hoort gewoon erin te zitten. Ander ding, je zit en je denkt, even lekker. Nee, dat gaat dus niet met deze arm, want het is een heel dun randje, dus je arm doet gelijk dit. En dat doet toch pijn ook. En er zit een soort lelijke rubberen rand. Dat hebben ze gewoon niet mooi afgewerkt, vind ik. Vind ik zonde, want de auto zelf is eigenlijk best wel geschikt voor een langere rit. Hij is lekker comfortabel. Alleen moet je wel de versie nemen zonder dat roldak van €995. Of 2 tientjes in de maand. Maal 12. Maal 5. Want dan wordt hij best wel gehoorig. En dat is jammer. Ja, ja. De Kia is aanmerkelijk stiller aan boord. Maar daar is het juist het meubilair dat roet in het. Maar jij hebt toch geen roldak natuurlijk? Dat helpt zeker. Maar sowieso is het een stille auto om mee onderweg te zijn. Alleen het meubilair gooit roet in het eten. Want het zitvlak van de voorstoelen van de Picanto is simpelweg te kort. Maar niet zo lang met als ik. Ik ben 1,93 meter. De auto heeft ook een overeenkomst met de Toyota en geen beste. Ook het stuur van de Kia is niet in diepte verstelbaar. De motor is een 3-cilinder, 1 liter inhoud.
iets minder vermogen, iets meer koppel dan de Toyota. 67 pk, 96 Nm. Nou, daar trek je natuurlijk ook geen aanhanger mee. Laat staan de stenen uit de straat. Oh, dat was ik trouwens nog vergeten over aanhanger gesproken. Bij mij mag er niks aan de trekhaak. Nee, bij mij ook niet. Je kan er aan de trekhaak onder zetten en daar zou je dan een fietsendrager op kunnen zetten. Deze heeft een iets hogere kogellast volgens mij dan die van jou. 75 versus 50 volgens mij. 50. Ja, dus dat is een normale fiets en dan ben je er. Nou, zou je misschien denken, waarom lopen die jongens nou zo te zagen over trekkracht en vermogen? Want het zijn toch stadsauto's? Ja, maar ook met een stadsauto moet je wel eens invoegen op de snelweg. Om maar iets te noemen. En dan is dat beetje trekkracht gewoon fijn om te hebben. Tot slot, de meting van de Icocross, die zit er al op. Die van de Picanto nog niet, maar we hebben al eerder gereden met deze motorisering. En toen kwamen we uit op een hele nette 1 op 21,7. Dat is zelfs gunstiger dan de fabrieksopgave van Kia zelf. Ja, ik zei het net al, hè. Deze Icocross is heel erg rijk uitgerust. Kies je een andere, dan kan je hem ook nog heel rijk uitrusten. Maar dat geldt niet voor wat betreft de veiligheidssystemen. Daar hoef je niets voor te kiezen. Die krijg je altijd allemaal van Toyota. Bam, gewoon op die auto. En dat vind ik heel erg goed, want veiligheid. Nou, wat krijg je dan precies? Je krijgt adaptieve cruise control, je krijgt verkeersbordherkenning, je krijgt een rijstrookassistent en je krijgt een noodstopassistent die ook voetgangers en fietsers herkent. En die voetgangers herkent die zelfs ook 's nachts. En Toyota gaat nog een stapje verder en die zeggen, dit is ook een crossover geworden vanwege veiligheidsoverwegingen, want dan zit je op dezelfde hoogte als mensen die op de fiets zitten. Nou ja, ik dan, want jij komt nauwelijks boven het stuur uit. Haha. Maar ik vind het eigenlijk van Toyota een beetje een flauwekul opmerking. Want het scheelt, als het al scheelt, een paar centimeter. En dan zie je die fietsen en die voetganger echt ook nog wel. Als je zo doet of zo, dan heb je hetzelfde effect, zeg maar. Hè? Dus een beetje, ja, ik vind het een beetje flauwekul. Maar waar je veel meer last van hebt, ik mag wel zeggen heel veel last, is van een dode hoek rechtsachter. Dat is echt niet normaal hoe groot die is. Dat is gewoon gevaarlijk. En dat vind ik raar, want dan heb je dus zoveel veiligheidssystemen erop zitten. Maar als je zo doet, zie je niks. Pas nog eens een Icocross in, zeg maar. Zo groot is hij. Ja, precies. En wat ik ook heel irritant vind, is het feit dat hij soms instellingen niet onthoudt. En dat is onder meer die van de adaptieve cruise control. Daar heb je zo'n van die balletjes, hè, dat je meer of minder afstand tot je voorganger kan houden. Nou, dat stel je in. Is de motor uit geweest? Start je hem? Nee hoor, staat alles weer gewoon op standaard. Moet je het weer opnieuw invoeren. Bloedirritant. Nou, dat is makkelijk. De Kia heeft geen adaptieve cruise control. Ook geen verkeersbordherkenning trouwens, of een noodremsysteem. Wat heeft dat hij wel? Ook op fietsers reageert. Hij heeft een noodremsysteem dat op voetgangers reageert. Maar dan moet je voorbij betalen. Hetzelfde geldt voor actieve rijstrookassistentie of vermoeidheidsherkenning. Het enige wat er standaard op zit is een noodremsysteem. Dus die stopt als jouw voorganger, zijnde een auto, ook stopt. Nou, wat hij gemeen heeft met de Toyota is dat ze allebei verkrijgbaar zijn met een achteruitrijcamera. In het geval van de Picanto kun je daarover beschikken vanaf het tweede uitrustingsniveau. En daar zou ik toch maar voor kiezen. Want ook het zicht rondom in deze stadsmini is niet om over naar huis te schrijven. De Icocross is zo'n moderne auto die als je instapt zegt, heb je een gebruikersprofiel? En is dat dan gebruikersprofiel 1 of profiel 2? En dan kan je je naam instellen en zo. Het lijkt allemaal best wel leuk, vooral als je even kort instapt en denkt, oh, wat modern zeg, totdat je echt die auto dagelijks gaat gebruiken. Eigenlijk moet je dan dus zo'n profiel invullen. Allemaal instellingen, oh, je radio, je navigatie, nou, noem het allemaal op. Allemaal dingen die je een voorinstelling geeft, zodat de auto weet, hey, dat is wissen, nou moet ik me op deze manier gaan gedragen. Maar ik ken ook een hoop mensen die dat helemaal niet willen. Die willen helemaal niet al die instellingen doen. Of ze snappen het niet, of ze willen het. Ze hebben de tijd er niet voor, of ze doen het half. Zo ben ik er. Starten, lopen, hup, gewoon gaan. Precies. En als je nou zo bent als Frank, en ik ook overigens in dit geval bij deze Icocross, dan kom je dus zeer bedrogen uit, want dan onthoudt hij dus helemaal niets. En dat betekent ook dat je alles wat je hebt gebruikt, als je eenmaal de motor hebt uitgezet, opnieuw moet instellen. En dan denk je misschien, nou, dat zal toch meevallen. Nee, dat valt dus niet mee. Bijvoorbeeld de equalizer van de radio. Heb je een mooi geluid? Want ik heb een subwoofer in die auto zitten. Echt zo'n ding. En dan heb ik eventjes, weet ik veel, de kinderen naar school gebracht. Ik loop terug naar de auto. Ik ben dus 2 minuten uit die auto. Ik stap weer in. En nee, echt? En ik heb flats geluid, ja. En dat is maar een klein voorbeeldje. Dat is gewoon super irritant. Wil je nog iets irritants horen? Nou, ik merk dat je op dreef bent. Ik ben niet gauw geïrriteerd over dingen. Maar als ik het eenmaal ben, dan is. Ja. Of verdikkie.
De zijruiten, die zijn elektrisch bedienbaar. Jee. Nee, helemaal niet jee, want bij elke auto druk je in en dan gaat dat raam in één keer helemaal naar beneden. En dan kan je remmen wanneer je wil. Bij deze Aygo Cross, moderne auto, niet. Je moet gewoon dat knopje ingedrukt houden. Lijkt ook weer niks, is het wel. Want je gebruikt zo'n raam best wel veel. En dat wordt op een gegeven moment gewoon ontzettend irritant. Daar moet Toyota dus gewoon even wat aan doen. Want het is dat kan je zo inkopen, zo'n dingetje. Dat is, gaat ja, maar dat over. Kost te geld, wissen. Maar over geld gesproken, hè? Dat roldakje van 995 euro. Of 20 euro in de maand. Wip die, dat is fijn. Dat is mooi weer. Je drukt op een knopje. Het dakje gaat perfect helemaal in één keer naar achteren toe open. Heel mooi. Zonnetje op je gezicht, heerlijk. En toen kwam er een regendruppel en denk je, ja, nu wordt het tijd om het dakje weer dicht te doen. Dus jij drukt weer op het knopje en je ziet het dak dicht gaan. En je denkt net, gaaf eigenlijk, zo'n duur dakje. Tot die halverwege, poem, in één keer stopt. Niemand weet waarom. Het laatste stukje moet je dan de knop opnieuw indrukken en ingedrukt houden. Nog één keer. Nee, zo echt, je zit echt zo, van alsof je een vraag hebt aan de juf. Totdat het dak dicht is. Het is toch... Stappen we uit de auto, lopen we naar achteren. Doe je de achterklep, heb je, dat is glas. Zonder, er zit geen omlijsting, gewoon glas. Ik ga denk ik even koffie halen. Dus je doet dat open. Dan heb je een soort plastic ding, kan je maar open doen. Je doet je ding over die hoge tildrempel heen en zo. En je wil hem dicht doen. Er is niets waar jij die klep aan vast kan houden, anders dan de klep zelf. Die doe je dus dicht en je kijkt naar je vingers en je vingers zijn helemaal vies. Dat is waarom? Waarom? Maar goed, je hebt je ding gedaan, achterklepje is dicht. En je denkt, ik ga lekker achterin zitten, want het kan. Dat kan helemaal niet. Nou, het kan wel, maar het kan nauwelijks. Want die deur, die is gemaakt in een soort, ja, een hele hippe pijlvorm. En dat ziet er ook weer in de showroom al uit. Totdat je hem elke dag gaat gebruiken. Want je trekt de deur open, bam, en je krijgt zo echt een soort punt in je borst als je niet uitkijkt. Heb je een kindje en het kindje staat er, dan krijgen ze die punt dus bam, tegen de kop aan. En er zit daar een vader en er zit achter de cameraman zit ook een kerstverse vader. En die mannen die hebben kinderzitjes. Moet je ze aan hun vragen om zo'n kinderzitje in de auto te doen. Zeker als er nog een auto naast geparkeerd staat met zo'n portier. En zo'n klein gaatje waar je door naar binnen moet wurmen. Want dus je moet over een wielkuip heen en dan heb je zo'n stukje. En dan, zie je, en dan moet je zo van erin zo wurmen. Zo. En dan zit je dus shock en klem. Ik vind het echt... Ah, maar goed. Ik moet het nu wel vragen, Wissel. Ja. Is er ook nog iets dat je wel bevalt aan de Aygo Cross? De kleur misschien? Nou, ik vind de kleur inderdaad niet verkeerd. En ik vind de ergonomie eigenlijk best wel oké. Ja, zo is het ook. Dat moet er ook gezegd worden. Hij heeft namelijk gewoon knoppen voor de kachel. Ik vind het echt heerlijk. Geen gedoe met menu'tjes. Nee hoor, hup, warm, hup, koud. Hup, op mijn voeten, hup, op mijn neus. Helemaal goed. Ja, heeft de Kia allemaal ook. Hij heeft bovendien een fraai infotainmentscherm. Lekker hoog bovenop het dashboard kun je goed aflezen. Alleen het interieur van de Picanto, het ziet er een beetje saai uit allemaal. Het is zwart en ze hebben ook niet de meest chique materialen gebruikt. Het is niet zo frivol als het aan boord van... Oh ja, frivol is die ook. ...Wissens Aygo Cross is. Frivol. En wat ik ook jammer vind is... Hè, dit is bij uitstek nog een auto waar je de kinderen mee naar de sportvereniging brengt. Want willen die kinderen, die willen natuurlijk nog eventjes op hun telefoon. De telefoon de hele dag aangestaan, is bijna leeg. Denk je, even inpluggen. Ja, dat kan dus niet. Hij heeft geen ventilatieroosters achter. Hij heeft ook geen stroompunten achter. Dus voor het opladen van je smartphone of je spelcomputer moet je naar voren. En dat geldt voor de Toyota trouwens net zo goed. Ja, klopt. Stadsauto's waren ooit simpele vervoersmiddelen voor erbij. Maar inmiddels zijn ze knap ingewikkeld geworden. Ja, dat zijn ze zeker. En dat valt niet alleen de autofabrikanten aan te wrijven. Het heeft ook te maken met steeds strenger wordende Europese regels. Daardoor worden auto's zoals deze Kia en Toyota veiliger. Maar ze worden ook steeds duurder. Zelfs zo duur dat menig fabrikant er helemaal geen brood meer in ziet in dat hele A-segment. Ja, Kia houdt echter dapper stand met een stadsauto oude stijl die anno 2022 nog steeds zijn mannetje staat. Want hij biedt de meeste binnenruimte en de minste poespas. Ja, de Toyota mag dan moderner zijn en 10 jaar garantie bieden. Dat betekent niet dat hij zomaar even deze vergelijkende test wint. Hij is namelijk op de achterbank heel erg krap. Hij is noodloos ingewikkeld in gebruik en je zit er gewoon net niet lekker in. Er staat tegenover dat hij een heel moderne uitrusting heeft. Dat hij een rijke veiligheidsuitrusting heeft. En dat hij een heel scherp leasetarief biedt. En dat zijn de punten waarop hij dan uiteindelijk deze vergelijkende test wint. Zij het zeer nipt. Ik ben ondertussen benieuwd hoevel herfstblaadjes er bij jou in de auto liggen. Wissen. Oh, dat zijn dat er meer? Zijn dat er meer of minder dan 20 in de maand, denk je? Maal. Oh nee, niet maal. Je hebt gelijk.
Ah!